Mijn naam is Sjoerd Dekker en ik volg aan de Novo College de opleiding MyTech. Wat ik hierna na deze opleiding ga doen, is mij nog niet helemaal bekend, want ik volg wat er op mijn pad komt. Ik ben terechtgekomen bij het Novo College omdat ik door wou in de elektrowereld. De opleiding elektrotechniek was geïntegreerd in de MyTech-opleiding, dus vandaar dat ik MyTech ben gaan doen. MyTech is een vrij brede opleiding, dus voorheen had je een losse elektroopleiding, een losse werktuig en een losse operationele techniekopleiding. Dat is nu allemaal samengevoegd in één opleiding. Met deze opleiding kun je eigenlijk alle richtingen op binnen de techniek. Het leukste vind ik elektrotechniek. En dat heeft een klein beetje met mijn achtergrond te maken. Hiervoor heb ik een geluidsopleiding gedaan. En ik zie mezelf niet echt met een helm oplopen in fabrieken en smerige handen en dergelijke. Dus de elektro trekt mij daarom het meest. De opleiding is ingedeeld in verschillende periodes, 4 periodes. En aan het einde van de periode heb je een eindproject. En dat project, daar ga je met ieder vak werk je daaraan. Om een voorbeeld te geven, bouw je eigen waterzuivering. Met AOT werkten we aan het filterpakket. Denk aan zand, denk aan filterdoeken. Nou, bij elektro werkten we aan de pompinstallatie. Dus wanneer gaat de pomp aan, wanneer gaat de pomp uit. Met werktuigbouw moesten we het hele frame in elkaar lassen. En dus dat soort technische praktijkopdrachten zitten erbij. De sfeer op school vind ik erg prettig. Per klas heb je verschillende studieloopbaanbegeleiders. Die begeleiden in kleine groepjes alle leerlingen van de opleiding. En als je vragen hebt, dan kan je daarbij terecht. En dat werkt op een prettige manier als het allemaal goed loopt.